inmiddels hebben we dus de studio verlaten en zijn aan de voorkant van het park gekomen. Ja, José, we zijn vanuit de studio hier naar boven aan de voorkant van het park gebouwd. De land, de auto staat lekker in de schaduw hier. Een mooie rode BMW 325 serie. Frank Gerritsen Lokers en Marcel Borkent die zijn zowel chauffeur als navigator. Even een vraag aan Frank. Frank, wat is er anders aan een rallyauto dan aan een standaard auto? Want ik zie je echt op een redelijk standaard auto staan. Ja, de carrosserie is standaard. Het interieur is daar helemaal uitgehaald. Dus een rolkooi zit erin. Er is een buizenframe. Stem gewoon bij narijden. Deze auto wil ik heel goed naar voren in de spatbeweging. Dus in het achterste station, achteruit spatbeweging. Dan is die, daar is dus een andere differentieel om met een sperder en vatten over de snelheid zijn. Er zit een andere schortberekening, een andere verremming, ja, andere type remmen. Type rem. Dan heb je tegenwoordig een huis gehaald. Ja, er zijn allemaal heel veel dingen meer die we veranderen. Dus er is in principe tussen toch wel heel wat aan veranderd. Je ziet hier wel gewoon een standaardauto, maar inwendig is die eigenlijk helemaal verboden, zeg maar. Die kooiconstructie die is natuurlijk heel belangrijk. Hè? Waarom moet die elke dag voldoen en waarom zit die kooiconstructie in even voor het leuk zijn? Ja, als je een hoge snelheid over een landbreng weer uit en je hebt een burger, dan dat kunnen we staan. En daarvoor is de kooi. Waar die precies aan moet voldoen, dat is moeilijk zo uit te leggen. Want volgens de KNAF is daar een reglement voor geschreven. Waar die dus aan moet voldoen. Ja, er zijn ook zoveel aspecten. Het is echt gewoon een kunst om op zo'n kaart of zo'n kooi te bouwen. Dat hebben we dus niet zelf gedaan. We hebben wel alles zelf gebouwd. Heel veel tijd in hebben. Oké. Nou, de kooiconstructie heeft dus alles te maken met veiligheid. Wat denk ik ook heel belangrijk is, dat zijn natuurlijk de banden en de keuze. Rij je van hard, regelhard, of misschien wel alle twee. Dat is denk ik ook heel belangrijk, hè? Ja, doordat we in de cup rijden, zijn wij gebonden aan één merk en één type band. Wij hebben geen mogelijkheid om bandenkeuze te maken. We rijden ook met een straatband. Normale toegelaten straatband, wij doen met een normale personenauto mee, dan kunnen we rijden. Dat is waar wij dus keuze kunnen maken, hoe we versleten zijn. Veel onwater krijgen, dan pak je gewoon een nieuwe band. Dat we gewoon veel grip hebben, dan weten we dat we veel verder hard krijgen. En dan neem je een band die wat meer versleten is. Dat die iets meer grip heeft, die iets minder instabiel is. Is het daarom dat jullie zoveel meer spektakel hebben, vind ik zelf, als die moderne WRC-auto? Ja, dat is onder andere wel de oorzaak. Met deze banden hou je gewoon veel langer grip. Kun je ook wel spectaculair mee rijden, maar met deze banden gaat het gewoon wat makkelijker. En een stukje stuurmaatpunt komt er natuurlijk bij kijken. Ik neem aan dat de schokdempers en vering ook heel belangrijk zijn. Ja, die zijn super belangrijk. Zou je weer op standaard vering en schokbeweging zetten, dan kun je de auto gewoon niet meer. Dan kun je eigenlijk geen rally meer rijden. Dan rij je gewoon alles kapot. En de auto is natuurlijk ook helemaal instabiel. Je hebt zelfs bij je eigen auto de schokdempers niet goed. Dan merk je ook dat de wegligging dus niet goed is. Frank, ik zie hier ook, als ik zo naar binnen kijk, een heel ander type stoel dan wij normaal in de auto hebben zitten. Is daar ook een reden voor? Ja, je moet gewoon de auto heel goed aan kunnen voelen. En daarom zitten we in een kuipstoel. Goed ingebonden in de gordels. Doordat je zo vast in die stoel zit en dus vast aan de auto zit, neem je precies wanneer die uit gaat breken. Of ja, wat er met de auto gebeurt. Je hebt gewoon heel goed direct contact met de auto. En daardoor is het gewoon veel beter te beheersen. Je zit dus gewoon in, je hebt dus meer gevoel met de auto. Je bent als het ware één met die auto. En je weet wat de auto gaat doen op het moment dat je iets in de handeling gaat verrichten. Ja. En daarom is de stoel ook zo belangrijk. Is het belangrijk dat je dit soort type stoel hebt? Ja. Oké. De motor was gewoon standaard, zei je, 170 pk. Welk soort brandstof zit daarin? Is dat gewoon normale brandstof? Is dat een mengsel van? Ja, wij rijden met gewoon normale brandstof.
Het is dit jaar bij ons in de cup voor het eerst toegestaan om ook met bio-methanol te gaan rijden, dus met een milieuvriendelijke brandstof. Alleen dat heeft behoorlijk veel nadelen, maar dat wij daar nog niet voor gekozen hebben. Ja, die auto moet natuurlijk helemaal aangepast worden. En dit is een hele brandstofinstallatiesysteem in Delft. Ja, daar komt wel redelijk wat bij kijken. En ze hebben dat ook wel vrij goed ontwikkeld, maar mijn ogen nog niet zo ver dat ik er vertrouwen in heb om met de wedstrijd mee te gaan rijden. En ik ben bang dat er toch problemen mee komen. Je hebt dus nog niet veel vertrouwen in. Je wil eerst even de kar uit de boom krijgen, zeg maar, wat de anderen doen. Ja, ik zou het jammer vinden als ze uitvallen, dat is een probleem. Ja, oké. Dan die regelkrijgen naar redding, dan moet je natuurlijk ook iets allemaal uitrijden. Heb ik nog één vraag? Met zo'n auto rijden natuurlijk heel hoog in de toeren tijdens een proef. Is het koelsysteem van deze auto's, is dat nog weer anders? Of anders opgebouwd? Is het vlak van koeling wat breder? Ja, er zitten extra grote koeler in. Die komt oorspronkelijk uit een dieselversie. Daarbij hebben we een elektrische fan opgebouwd, een vrij grote fan. Die draait continu. Ja, dus die zorgt er gewoon voor dat hij voldoende koeling heeft. Heb je dat niet, dan krijg je ook problemen met de koeling op de proef. Dat de temperatuur te hoog wordt. Ja, dat wil ik gewoon. En door de motor op de vast gaat lopen. Dat heeft natuurlijk helemaal niet zijn, dan zal het van niet spelen. Goed, José. Wat dat betreft hier vanaf de voorkant van het parkgebouw. Ik wil Frank en Marcel. En ik begrijp niet hoe dat het wel een monteur ook bij was van dit team. Dat had hij wel eerder mogen vertellen. Daar heb ik er toch even bij betrokken. Hier aanwezig waren. Ik wil hem heel hartelijk danken voor een uiteenzetting hier. Bij Radio 350 Sport en we gaan de jongens zeker volgen dit jaar.